Nou, in principe zou het album al uit moeten komen, maar we hebben besloten met onderling met de mensen waarmee we de album maken, dat we gaan er ook een soort best-of cd aan vastplakken. En daar hebben we gewoon iets meer tijd voor nodig, met ja, qua dingen regelen, de oude nummers opvragen en alles regelen voor die nummers, dat het uitgebracht mag worden. Alles moet weer opnieuw geleveld worden en gedaan worden. Dus er zit er best nog wel een beetje werk aan. En het zal er waarschijnlijk nu rond het ik denk einde van de zomer, even daarna, misschien oktober of zo, september, oktober, zal het gaan gebeuren. Dus ik heb goede verwachtingen. Met de album was ik natuurlijk al een heel eind en we waren eigenlijk al zo met een heleboel dingen al klaar. Alleen ja, dat zeg ik, er kwam dat er tussendoor natuurlijk en dat vind ik toch ook wel belangrijk. Hoe lang ga je eigenlijk op vakantie, Peter? Jeetje. Nou, ik ben toch wel een paar weken even weg. Lekker even. Even eruit. Gaat dan de telefoon ook echt helemaal uit? Gewoon even niks? Nou, dat is misschien lullig, maar ik ben altijd overal bereikbaar. Dat gaat toch wel een beetje door. Kijk, ik zal niet zeggen van nou, ik ga al mijn zaken er regelen, maar ik neem wel de telefoon gewoon op. Kijk, als er iets heel belangrijks is, dan zou ik misschien wel, misschien wel over nadenken om misschien nog een ticketje te nemen en misschien toch nog te gaan. Maar in principe heb ik gewoon gezegd, vakantie is nu klaar, ik ga er lekker naartoe. En over ruim 14 dagen zie ik wel weer. Je ligt op je bedje lekker aan het zwembad en dan denk je bij eigenlijk van, waar zullen we volgende keer weer eens een keer over gaan zingen? Nou, dan ga je wat dingetjes opschrijven en dan ga je met tekstschrijvers ga je zitten en dan zeg je van, is dit wat? En zo wissel je elkaar dingetjes uit.